zo? De tijd dat kleuters alleen naar het klasje kwamen om te spelen is al lang voorbij. De dag van vandaag dient de derde kleuterklas als voorbereiding op het eerste leerjaar. En wordt er veel aandacht besteed aan schoolrijpheid. In de klas van juf Hetty wordt al flink geteld. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is ook al wel veel, hè? Dit is een heel speelse manier. Er wordt ook wel echt geleerd, maar op een speelse manier. Dus kinderen beseffen eigenlijk niet dat ze toch wel aan het leren zijn. Dus bijvoorbeeld daar straks aan de ABC ook zagen jullie ook wel, daar worden woordjes gevormd. En dan op die manier is er een letterherkenning. Dus kinderen gaan echt zeggen, kijk, die letter die komt in mijn naam. Dat is heel leuk. En toch op die manier leren ze heel veel bij. In de laatste kleuterklas wordt de basis gelegd. Schoolrijpheid is dus een belangrijk thema. We organiseren een samenwerking met het lokaal overlegplatform Gelijke Onderwijskansen en het lokaal overleg opvoedingsondersteuning, een infoavond over schoolrijpheid. En op die infoavond eigenlijk is de bedoeling dat de spreker, Mark Letière, informatie meegeeft aan de ouders, zodat zij als ouder kunnen werken thuis rond schoolrijpheid. Ja. Opruimen, je mag alles in de doos doen. Schoolrijpheid is een proces en ouders kunnen daar ook al nu al mee starten. Want daarom ook dat wij deze infoavond nu in begin oktober eigenlijk organiseren. Zodat ouders ook de tijd hebben om daar langzaamaan met hun kinderen mee bezig te zijn. En dan opeens zijn die eerst zo kleine kleuters er helemaal klaar voor. Ze worden groot en ja, dat is heel leuk. En ook het is ook wel heel leuk als je ze dan in september ziet starten, die in het eerste leerjaar zitten van... Die zijn er klaar voor. Je ziet ze met de boekentassen komen. Ergens is het erg voor ze af te geven. Je ziet ze allemaal even graag.